hier en mag bij natuurlijk een nieuwe challenge hier op mijn kanaal Ras Gaming. Ik zit natuurlijk weer samen met Vincent. Woehoe! En zoals je hier kan zien, gaan wij de bananen challenge doen. Eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Adam, toch Eva, opa grote. Constantinopel, even bananenstad. Wat zit je nou aan het eten, man? Nee. Stop nou, man. Als ik iets ga eten, dan zijn het de sushis. Wat? Dus kom van Bakker Jan. Yes! Wat we doen vandaag, de pizza challenge. En hoe dat in zijn werken gaat, is we hebben hier een bak. In die bak zitten allemaal verschillende ingrediënten. Van hagelslag, tot spekjes, sushis. Sneller. Sushis, tonijn, banaantjes, rode peper, kaas, breaker, reclame, Nutella, sambal, ham en salami. Salami! En op het moment dat jij een ingrediënt krijgt, dan moet je dat erop gooien. Ja, en de linkerhelft is van mij, de rechterhelft van de pizza is van jou. Dus ik ben benieuwd, we moeten hem ook zo opeten, dus we gaan hem ook bakken. En ik ga hem niet helemaal opeten hoor. Ja, als hij lekker is, eet ik hem op. Maar ja, dat gaat denk ik niet het geval zijn. Alleen, ben je één ding vergeten te vertellen? Er is namelijk een bonus. Ja, degene die zo'n weet... lekkere bonus is het niet echt, man. Nou ja, laten we eerlijk zijn, er zijn gewoon 5 goede producten. Ja. Dat is waarom de tonijn. Ja, Jan is geen visfan, daarom vind ik het wel goed. Maar ja, kaas. We hebben salami, ham. En een peper, dat zijn gewoon producten. Peper, dat doe je er normaal gesproken ook gewoon op. Dat zijn mensen die dat normaal op een pizza doen. Ja. Dus vandaar dat als jij 3 van deze hebt, of 4, of misschien gewoon het meeste. Ja, dan mag jij aan je verliezer, Jan, mag jij dan bijvoorbeeld wat extra. Nou, wil je het laten zien? Wat extra? Cornflakes! Deze zijn wel lekker trouwens. Nee, stop nou al met alles te eten, man. Ik ga het zo meteen niet maken. Dus, ben jij er klaar voor? Doe steenpapier schaar, die je eerst mag trekken. Okay. Het is steenpapier schaar. Doen we dan, of doen we steenpapier schaar go? Papier schaar steen. Ja, maar wanneer doen we het? Nee, wil je papier schaar steen? Nee, grapje. Nee. Maar wanneer doe je het? Na 3 keer? Steen, papier, en dan steen, oké. Okay. Ja, steen, papier, schaar. Boom. Oké, jij mag bitch. Jij mag kiezen. Ja, ben je... Ik ga als eerste. Ik ga rollen, ja. Ik heb er een. Hete peper, jalalala. Leg jij het erop? Ja, weet je... Want ik had die... dit is echt hete peper gewoon, Jan, zeg maar. Jan begon bijna te huilen doorheen. Helemaal niet! Niet? Helemaal niet! Dit is alles, joh! Hé, hey, dat is jouw helft. Oh nee, stop. Luister, het is nog geen eens een half peper. Ja, ga toch heen, man. Ik kan niet tegen heet eten. Je gooit ook alles op één plek, hè, jij. Oké, ik doe niks. Rustig. Maar dat is al één goed ingrediënt, hè, voor mij. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is wel gay. Zo. Nou, hoppa. Dat is al een lekkere pizza, man. Ga je gang. Ja, nu mag ik. Oh, beter krijg jij dat tonijn. Beter, want ik vind het echt vies. Kaas! Ah, oh, fuck, dat is lekker. Oh, zou ik dat als... Nee, ik zou het als eerste erop doen. Mag je ook kiezen wanneer je het erop wil doen? Nee, gewoon meteen. Gewoon meteen. Als je iets krijgt, moet je het meteen opgooien. Gooi het er allemaal naast. Ja. Waarom loop je te eten? Nee, dat is al kaas. Van mijn kaas is lekker, man. Ja, kaas is de shit. Nou, dus, kijk. Rood en geel, hè. Pas bij elkaar. Ja, dat is een beetje België, dit. Lennon, ja, we moeten het alleen... ja. Bijna. Ga je alles erop gooien? Nederland! Rood, wit. Ja, maar waar is... rood, wit. Waar is blauw dan? Ik ga even beetje matsen. Klein oh, hij gooit wat dingen aan. Dit is mazzel, ja? Dat is matsen. Dankjewel, man. Ik ben graag gedaan. Een paar koeltjes. Ik heb de piemel. Je hebt de piemel. Dat is Nutella! Woehoehoe! Yes. Ja, ik had ook eentje op piemel getekend, jongens. Ik heb niks te doen. Nutella, hey, dat wil ik erop doen. Ga je... Ja, je lepel? Hoe ga je dat doen? Ik zou gewoon zo ja, doen. Dan komt het er nooit vanaf en dan met de andere lepel erop. Zo. En nu? Ik zou gewoon, ik wil. Dit met een mes of zo, of een andere lepel. Dan wordt wel alles in één keer vies. Maar ik kan het nu alleen niet uitsmeren, man. Dan komt er gewoon een dikke klor. Ah, nee, nu neem ik mee. Ga weg bij mijn hoe kaas. Hoe kan ik het nou hier vanaf? Stop! Het gaat goed. Ga weg bij mijn kaas. Ik had het ook gewoon per ongeluk. Oh, ik schiet uit, Vincent. Sorry, man. Beetje daar zo. Dit zit alles onder de Nutella, hè? Yeah.
Je hebt echt een mazzelpizza, man. Nou, lekker, man. Smikkelen. Oh, ja, kijk. Gadverdarrie. Een boeien, laat lekker liggen. Ja, gepak jij, ja, maar ga maar. Ja, oké. Okay. Oh, Jezus, je hebt hem helemaal hier neergezet. Ja, sorry. Zo. Hier, doe even op het bord, ouwe. Tonijn! Oh, echt? Ja. Yes! Maar dat ook niet, luister maat, ik heb al twee goeie. Ja, maar dat maakt mij niet uit. Oh, ik ben voor dat tonijn af. Ik vind dat zo goor, jongen. Ik eet echt nooit. Ik eet alleen kibbeling. Oh, lekker tonijntje. Nee, pak op. Pak op, ouwe. Ik vind dat zo goor. Iedereen zijn smaak, maar... Even zo een beetje stamp of zo. Ja, mee. Ja, gooi het er maar op. Nou, dat lijkt wel een beetje op swarma. Kipswarma. Dit is pizza, swarma. Is genoeg, toch? Ja, is genoeg. Top. Jij stopt je erop. Oké, okay, mijn beurt. Mijn beurt. Ik wil eigenlijk wel die breken en die sushis erop als ik heel eerlijk ben. Echt waar. Breken lijkt me zo lekker. Zou dat lekker zijn? Ja, dat is lekker, hoor. Oh! Oh! Wow, hier. Breaker, oh, bitch! Oké, dan hoop ik niet dat het nou jou helpt. Nee, gewoon rustig aan doen. Gadverdamme! Oh! Lijkt wel een dressing wat je erop kwakt. Ja, ik doe het wel netjes, hè? Ja, wel overal stippies. Kijk hoe die eruit ziet, dit is genoeg. Gadver! Op zich, het ziet er wel lekker uit, trouwens. Beetje geel, beetje bruin, beetje rood, witte kwakjes erop. Nou ja, ik zou ook nog lekker man. Willen. Oké, kom maar op. We hebben nog wat lekkere dingen. Soesjes. Sambal. Ik heb al gewonnen! Sambal. Ah, je hebt al drie goede dingen. Nee, maar sambal, is dat normaal? Ja, sambal was een goede. Nou nee, kak. Nee, sambal niet. Salami en ham. Peper. Ja, jammer jongen. Je hebt nog helemaal niet gewonnen. Oh, is hij maat. Maat. Oh. Er moet best wel veel op hoor. Kom op. Oh, die is... Zeekloor. Die van jou ziet er ook wel lekker uit hoor, alleen die tonijn. Ik doe gewoon net alsof het kipswarma is. Zo, het is wel veel hoor al. Ja, maar hier zit nog niks. Gooi er nog een hele klok. Ah, man, succes. Oh, succes. Wacht, spreken we af dat je het middelste stuk moet eten zo? Want als je een zijkant pakt, zit er altijd iets niet bij. Jij moet gewoon net zo, we moeten elkaar zijn pizza ook proeven. Oh ja, het is goed. Nou, eerst op één open. Zo, doe dicht, dus ik dicht, stikt. Jongen. Holy shit, waar is de bak? Hier. Oké, jij mag. Alright, we hebben nog banaantjes. Op zich ziet er wel goed uit. Ja, die van mij ook. Kijk, die van mij. Oh, je ruikt best lekker. Nee, ruikt dan. Ruikt best lekker. Banaantjes! Snoep. Woehoe. Ja, ik had snoep onder gezet. Banaantjes. Eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Ah, godverdamme! Weet je hoe zo'n pizza eruit ziet? Oh, ik heb alle dingen. Dit is allemaal los, is het lekker? Ja, misschien is het bij elkaar. Is wel heerlijk. Jan heeft ook altijd pepers los en zo. Ja, klopt. Elke dag. Oké, okay, jouw pizza. Een banaantje, jongen. Nee, ik hoef geen banaan. Ik wil sushis. Ik heb zin in sushis. Oh, die moet nog open. Ga je sushis? Ik wil nog sushis hierop. Ah, fuck, aan die sushis. Ah. Nou, kom erop dan. Van Bakker Jan, jongen. Van Bakker Jan. Lijkt ik er een beetje op. He's sexy and he know it. Oh nee, nu wil ik er ook een. Sushis is zo lekker, oh, man. Oh. Jij nog een beetje koud? Nou, maar dat is slagroom, hè? Zoals je, wat gebeurt er dan als je in de oven doet? Weet ik veel, misschien exploderen die dingen wel. Dat zou wel mooi zijn eigenlijk, drie maar. Ja, is goed. Is Gucci. Ja, nee! Pak je sushi, man! Oh. We hebben nog vier. Ja, lekker. Nog vier. De ham en salami zijn er nog. En de haagslag. Ah. En de spekjes. Als ik hier nog haagslag op krijg, jongen. Spekjes. Oh my god! Ik kan dus nog niet eens in mijn fucking mond. Kijk dan!
Maar die smelt. Nog één? Ja, doe je ding. Wat de fuck moet ik er nog één doen? Hier. Tussenin. Ja? Oké, oh. Goud zo. Wil je nog tussen? Ja, tuurlijk. Je denkt er eigenlijk wel. Nou, zat ik al op te wachten. Wat tussen? Ja. Maar jij zit altijd tussen, hè? Ja. Ja. Lekker die dingen zijn. Haagslag. Ik heb er twee, dus het is niet eerlijk. Ah. Ham! Ik heb gewonnen! Ah oh nee, nou kak! Maar ik ga er overheen. En dan zie je zo meteen ook niet wat je eet. Wacht, of ik doe het er gewoon zo eruit halen zo. Oh ja, dat sushi er doorheen laten steken. Oh, dat is een goeie. Ja, ik doe gewoon zo. Moet je dat er ook op, hè? Dat stukje dat je eraf hebt gehangen. Doe gewoon ja, zo. Ja, netjes! En dat die er... Oké. Nog eentje aan de andere kant. Je mag het inmiddels een sushi wel opleggen hoor. Ja, aan de buitenkant haal het eruit. Hoppa. Oh, ham is ook wel lekker man. Kijk die van mij dan, hoe kleurrijk. God, ik heb hem alleen even omhoog getild hoor. Ja, nee, dat mag. Alright. En dan deze zo erop zo. Dan weet ik zo net niet wat je eet hè. Ja, of ja, jij weet wat eronder zit. Ik heb ook wel zin in plakje ham. Ik heb deze. Een plakje ham? Hagelslag. Nee, ik heb geen probleem. Hé, hey, ik krijg geen salami! Fucking hell, dan krijg jij ook nog salami hier. Je mag wel eens hebben. Ja, even fucking kijken. Hell. Kijk, de laatste is. Dan heb ik ook nog cornflakes erop! Ja. Hey, ik heb echt massa om. Ja. Ah, bayam. Oh. Hi. Oh. Jouw pizza is fucking pizza. Oh, deze is kut, jongen! Ga je dat zelf doen of niet? Gooi die er gewoon op. Ah, dan heb ik ook nog de fucking cornflakes, dude. Wacht, ik deel deze er even af. Ik haal deze er even af. En dan? Dan kan ik de cornflakes overop gooien. Oh, dan ligt er een aan jouw kant. Maat! Oh! Nou, heb je nog een baanje. Kijk er niet voor mij uitziet! Weet je wel. Eindresultaat. Bij jou zie je niet wat erop zit, maar bij mij zit alles erop. Bij mij zit alles in de cover. Ja. Hij is ook kleurrijk, though. Mensen, we gaan de pizza in de oven doen. En dan zie je ons binnen een klap terug. Ga daarop. 1, 2. Hey. Yeah! Daar zijn we weer, jongens. Onze pizza is gereed. Ah, is echt vies. Hoe zou dit smaken? Oh, je kan het gewoon indrukken en het smelt gewoon. Wat zou... Oh, ja, maar het is toch... Het ja, komt letterlijk net uit de oven. Kijk dit. Dude! Oh. Het hele huis stinkt gewoon naar fucking... Gesmolten marshmallow. Ah, maar kijk maar die banaantjes! Ja, nee, maar kijk, dit is zo vies. Moet je opletten, hè? Kijk, als je het open doet... Hier. Ja, wat ben je nou aan het doen, man? Je vindt ja, leuk kijk, pizza. Kijk, moet je zien, hier. Ah, kijk, en dat banaantje doet en dat... Oh! 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 Laat het banaantje zien. Nee, die is gewoon hard. Die is gewoon krokant, hier. Echt? Oh, die wil ik wel opeten, eigenlijk. Kijk of dat lekker is. Hé, hey, hagelslag. Ah! Wat is die smaak, jongen? Het is... Oeh! Ja! Ja, dat had ik ook! Maar dan gaan we toch alleen een banaantje prikken? Ah, nee. Oké. Ja, mij komt echt allemaal sap uit. Ja, maar komt er uit al die ham en die salami, komt dat sap. Maar hoe zijn het, hoe gaan we met je soesjes? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ah, man, kijk hier! Ah, oh, kijk hier! Hier. Oh, oké, ik denk dat we moeten aansnijden. Dat is echt het enige wat vies is. Ik denk dat we moeten gaan aansnijden. Bij mij is het kut, want ik weet niet waar die rode peper zit. Zou ik eerst dit snijden? Ja, snij gewoon eerst door de midden, dan doe je die van jou. Doe je die van mij, leg het op het bordje en gaan het proeven. Ik ben benieuwd, jongen. Holy shit. Ik vind dat als we gewoon op normale punten snijden... Oh, ik ben overal haagslag aan het ouderen. Ja, maakt niet uit. En vooral nog mee dat haagslag niet gesmolten. Nee, de haagslag valt wel mee. Oké, zo snijden we even door het midden. Ja. Bijna daar nog een stukje. Ja. Ja. Oké, okay. Dan snij ik tussen de sushis in. Ik denk dat dat het handigste ja, is. Ja, dan moet je al dit plakje pakken. Bij jou. En bij mij doe je hem hier tussenin. Ja. Dus dat denk ik handigst. Ah, ah, dat sushi! Kijk, Ja, dat sushi heb je al geen last meer van, want dat is gewoon helemaal weg.
Ja, oké. Okay. En dan doe je hem nog aan de andere kant van het sushi, denk ik. Zo. Ja. Dan heb je gewoon een mooi stukje. Er zit niet echt een punt aan, maar het gaat om het idee. En dan heb jij een plakje. Ah, is het gesneden? Ja, toch? Ja. Nou, lekker man! Oh, smakelijk jongen! Oh, wat lekker! Best lekker! Oh! Dank je, verkeerd. Kijk hoe jou eruit ziet. Maar. Die fucking Nutella lijkt net stront, jongen! Godverdamme! Waarom is het altijd. Oh, het hebben alle lekkere dingen, hè, bijna. Ja, oké, okay, mijn eigen challenge ook. Yeah. Nou, kom erop dan. Hij is volgens mij fucking zwaar ook. Yeah. Kijk naar de zijkant. Oh, lekker man. Wat heb ik hier? Ah, oh, moet je ruiken. Ah, Jan stinkt gewoon. Is het nog heet of niet? Nou, valt mee. Oké, okay, ben je er klaar voor? Nee. Ah, nee, ik proef alleen maar chocola, want het zit hagelslag nu te... Ik ga gewoon proeven, fuck it. Ah, oké, okay, doe jij eerst dan. Zo, je neemt een fucking grote hap, man. Jouw mond is echt groot. Hè? Ja, dat sushi ook. Dat is eigenlijk gewoon deeg, hè? Deze is echt lekker. Ah, dan kom ik aan met mijn fucking poep. Ik denk dat je het sushi eraf moet halen. Gok ik. Maar... Dus het is helemaal doorheen gelopen, kijk dan. Het is helemaal aan de onderkant. Dit is echt lekker. Ah man. Ik kan deze wel opeten. Ja, je eet hem ook nog op ook. Serieus. Ja. En dan kom ik aan met mijn poep. Ja. Nou oké, okay, ik ben er klaar voor. Oh nee. Oh, mijn poep is een rode peper. Oh, je wordt er helemaal rood, maat! Wow. Nee, fucking af, ik moet je een hap nemen! Nee! Je bent fucking rood! Maar je fucking af! Je broed hier in je marshmallow, rij er doorheen! Kom je mee in Nutella? Kom je mee in... Nou, dude, godverdamme, man. Wel opeten, hè? Nee. Ja, ja, doe ik ook. Ja! Pak water, ouwe. Ja, heerlijk man! Vooral als je die fucking hele peper in je mond hebt. Fuck off. Zo. Ik begin gewoon redden te boeren, ouwe. Ja. Mijn lichaam denkt ook, wat de fuck heb je nou weer naar binnen gewerkt, Jan? Ik neem gewoon echt gewoon de core. Oké, okay, ja. Dit is echt de core shit, ja. Ik ben benieuwd. Je hebt gewoon een ander stukje ook helemaal opgegeten, hè? Ja, maar dit is echt lekker. Ik zweer het, als je hem hebt gehad. Ik kan echt niet tegen heet eten, man. Oké, okay, wat is, denk deze is beter? Ja. Sta je daar een stukje af, dan vind ik het goed. Nee, ik zweer het, je eet hem gewoon in je eentje helemaal op, denk ik. Maar ik ben benieuwd, ja, ik hou niet van tonijn, hè? Ja, maar dat proef je bijna niet. Ik ben benieuwd. Jezus, het is echt raar opereren, jongen. Ja, door die sushi, ik wil wel die shit eruit lopen. Moet die sushi gewoon weer in de vriezer leggen, hè? Alles erbij, zo, ik moet nog een beetje... Ja, je schuift het niet tegen met dit plakje aan, alsjeblieft. Ja, man! Ja, perfecto. Ja, ik zweer het, je vindt hem echt lekker. Perfecto. Ah, oké, ik zal beginnen, ja? Ja. Hij is niet vies. Hij is best lekker, toch? Nee, lekker. Je voelt wel die sushi een beetje. Ja, maar... Een beetje zachter, dat is wel een zachter deeg. Ja, maar hij is niet vies. Ik denk als je het sushi eraf had, dat je nog best wel een goede pizza hebt. Ja. Je vindt hem echt lekker, hè? Ja, is lekker, man. Ja, dat zeg ik toch. De beste die je bent, toch wel met tonijn, hè? Ja. Ja. Nou, succes. Oh ja. Zou ik gewoon één keer in mijn mond doen? Ja, ga je gang. Ah, nee, nee, Hij is schor, hoor. Je moet al die chocoladesoorten. Oh, nee. Oh. Oh, ik heb geen luispuren. Ik ben... Die peper, hè? De peper is heet, hoor. Ik zit er helemaal onder, jongen. Ik zweer het je.
Ja, dat is echt vies. Ja! Nou, binnen vriendje, je moet niet zo'n heel stuk nemen, ouwe. Ja, YOLO. Probeer die rode peper, of niet? Al die chocolasoorten, korfplekjes. Ja, het is een havenslag, Nutella, dan krijg je een banaanje, dan krijg je cornflakes. Deze vond ik echt lekker. Ik vind het, jou vind ik nog wel lekker, ja, geen probleem mee. Moet ik de sushi eraf halen, kan je hem opeten. Zo, succes, eet smakelijk. Nou, nieuws voor pizza op de markt, jongens. Pizza met al die shit dat op vis en zijn ding zat. En bij mij... Ja, dit is echt lekker. Bij mij is het een mislukkeling. Oeh. Oh. Die sambal had wel heel eng. Ja, dat is. Oh, die, oh ja, jij hebt nog al die stukken sambal erop. Ja. Die was ik vergeten. Oh, bak. Die rode peper zijn ook wel heet. Dit gaat echt in de prullenbak belanden, gewoon. Zo. Ja, lekker eten, man. Je gooi je rotzooi erop. Nou, jongens. Mocht je een hapje willen de volgende keer? We nemen het mee. Ik zit helemaal onder alles pakken aan die van mij. Kijk die banaan ook gewoon. Ja, die banaan is helemaal verneukt gewoon. Die, hij oh, die banaan is kapot. Hij is vastgeplakt. Zo. Holy kan je hem afhalen? Ja, kijk dan. Hier. Alles is één geheel gewoon, maat. Alles. Hier. Nee, fuck off. Ik ga dat ding niet opeten. Ja, oké. Okay. In ieder geval. Die van Vincent was nog wel lekker. Die van mij was echt gewoon ranzig eerste klas. Dus echt best wel zonde. Ja, best wel. Gelukkig druk wel op het duimpje omhoog, want we hebben toch echt de meest smerigste pizza in jaar. Die, kijk hoe die Nutella. Dat is gewoon poep, joh. Ga weg met die schaap. Nutella is gewoon droog. Het is gewoon chocoladereep, maat. Maar het is alleen wel vieze chocolade. Nee. Ik ga die op je neus doen. Oh, dat stinkt, het, hè? Het is nog wel Nutella, maar... Het is echt verbrande Nutella-achtig. Ja. Nou ja. Ja, dan komt het duimpje omhoog, jongens, als je hebt genoten. Lekker het duimpje omhoog. Het is een goed duimpje zo. Als je nog een challenge hebt, laat het weten in de reacties. En tot de volgende keer maar weer. Niet aan je hoofd zitten, hè? Bye bye. Nee, ik raak ze wel niet aan.